Welkom bij deze webinar over SAP Analytics Cloud. Tactisch beslissen naar inzicht uit uw Analytics Cloud. En daarnaast gaan we het vandaag hebben over de Domani Analytics Solutions. Dit is een SAP Qualified Partner Package Solution. Onlangs ontving Domani deze Partner Package Solution als gekwalificeerd door SAP. Waar gaan we het vandaag hebben over deze webinar? Eerst laten we een stukje introductie zien, documentatie. We laten een demo zien van de SAP Analytics Cloud en de oplossing van Domani. Tot slot een samenvatting. En dan laten we u nog een aantal webinars zien die de komende maanden door Domani worden georganiseerd. Mijn naam is Tim Verold, consultant bij Domani Business Solutions. En met betrekking tot SAP Analytics Cloud. U wilt overal en altijd de juiste beslissingen nemen voor uw onderneming. U wilt real-time data van uw onderneming direct delen en bespreken. En voor u is het van belang en handig als uw collega's direct bij deze rapportages commentaar kunnen plaatsen. Dit kan met de vooraf ingerichte Domani Analytics Solutions. U heeft direct diepgaand inzicht in al uw gegevens en neemt onderbouwde beslissingen op basis van real-time data. U heeft zo onder meer een direct inzicht in uw financiële situatie, een overzicht van de verkoop- en inkoopstatus, voorraadhoeveelheden en voorraadwaarde, status van de serviceaanvragen, het delen van inzichten met collega's en het plaatsen van commentaar bij rapportages. Op deze manier kunt u het maximale halen uit uw business intelligence, de ondernemingsplanning en augmented analytics. Door gebruik te maken van deze analytics tool. Afhankelijk van uw processen worden de betreffende deeloplossingen direct geactiveerd en zo beslist u altijd op basis van de juiste gegevens. SAP Analytics Cloud. Daarmee kan op verschillende manieren connectie gemaakt worden met databases. Dit kan door middel van een live data connectie. Onder meer is hier SAP HANA voor geschikt. En dit kan ook door middel van het importeren van data. In deze demo die ik zo dadelijk laat zien, maken wij gebruik van hoofdzakelijk Excel-bestanden. Maar maakt gebruik van SAP Business One, wat een SQL-database is, kunnen wij ook een connectie leggen met deze databases. En uiteraard ook nog andere vanuit de cloud. Gezamenlijk kunnen al deze gegevens naar de SAP Analytics Cloud gedaan worden en daar kunt u rapportages mee maken. Er is veel documentatie te vinden over SAP Analytics Cloud. Een speciale site, de SAP Help Portal, waar een deel daarvan volledig ingericht is voor SAP Analytics Cloud. We kunnen daar even kort een kijkje nemen op die site. Daar heeft u onder meer een module zitten met Getting Started. Dat zijn onder andere hoe bouw je voor het eerst zeg maar deze SAP Analytics Cloud omgeving op. Daarnaast zijn er allerlei video's ter beschikking waarmee je deze Analytics Cloud tool een goede indruk krijgt wat daar al mee mogelijk is. En er wordt stapsgewijs aan u aangegeven hoe je bepaalde zaken kunt inrichten. We gaan over naar onze demo. Allereerst laat ik u het een en ander zien over de SAP Analytics Cloud zelf. En daarna over onze eigen oplossing van Domani, de Domani Analytics Solutions. Gaan we even naar het scherm van SAP Analytics Cloud. Zoals gezegd, het is een cloud-omgeving. U komt dus direct terecht in een cloud-omgeving waarin u een hoofdscherm heeft. En dit hoofdscherm is naar eigen inzicht in te richten. Ik heb hier een aantal KPI's neergezet die direct al een stukje analyse geven over bijvoorbeeld het lopende jaar. Zo onder meer de omzet, de resultaten, verkoop en inkoop van producten,
En met die serviceverlener bedrijf kunt u ook zien hoeveel serviceaanvragen er op dit moment openstaan en hoeveel serviceaanvragen er al gedurende dit jaar zijn geweest. Hierbovenin hebben we een aantal opties zitten, onder meer deze knop, waarbij de profielsettings gedaan kunnen worden. Onder meer de taal en de datumformatering, als meer ook de tijdsformatering. Dat kun je door middel van dit kleine knopje al hier, kun je dit gaan wijzigen. Stel dat ik het wil hebben in de Nederlandse taal, dan is ook Nederlands beschikbaar om deze omgeving volledig in het Nederlands te laten zien. Zoals gezegd, hier zien we direct een aantal KPI's. Als dit scherm te klein is, dan hebben we hier de mogelijkheid om het op een fullscreen te zetten. En het past zich dan ook automatisch aan naar het scherm toe. En van hieruit kunnen wij het scherm weer verkleinen. Ook kunnen er tekstvelden ingegeven worden op het hoofdscherm. En naar gelang kunt u daar eigen tekst ingeven. Willen we naar onze eigen Domani Analytics omgeving, oftewel de SAP Analytics Cloud omgeving, dan kun je hier kiezen van Go To en dan ga je naar de volledige set. In dit geval is dat, zoals ik al zei, de Domani Analytics Solutions omgeving. Ik laat er nu alvast een klein stukje van zien. Hier hebben we het financiële gedeelte, waarin we deze omzet van het lopende jaar, die we ook op de homepagina zagen, hier ook weer terugzien. Je kunt door dit aan te klikken en vervolgens dit icoontje gaan zeggen van pin to home. En op het moment dat je dat aanklikt, wordt hij dus naar de homepagina gezet. Zo zien we ook de inkoop van het lopende jaar, de kosten, het resultaat. En dat hebben we hier nog een keertje door middel van deze kolom nog aangegeven door het op dit moment op deze manier visueel te maken. Daarnaast kun je het ook met een tabel doen. De gegevens die hierboven staan in een grafische vorm kun je ook in een tabelvorm laten zien. We hebben het openstaand saldo van onze leveranciers. En dit is een top 5 daarvan. Zoals ook een openstaand saldo van onze klanten. En daarvan een top 5. We zien het saldo van onze banken en het saldo momenteel in onze kas. Daarnaast is het mogelijk om, zeg maar, omzetten te laten zien. En ook een vergelijk met andere jaren. Daarnaast hebben we nog een stukje verkoop, inkoop, we hebben nog een stukje voorraad en een stuk service in de Domani Analytics Solutions. Maar zoals gezegd, hier gaan we zo dadelijk nog even wat diepgaander op in. Wat ik heel graag wil laten zien, hoe eenvoudig het uiteindelijk is om SAP Analytics Cloud te gebruiken. Daarvoor heb je wel een query nodig, zoals ik het in dit geval heb gebruikt in deze omgeving met een aantal Excel queries die we zo dadelijk gaan gebruiken in deze omgeving. Maar die queries moeten natuurlijk komen vanuit een database en dat is onze SAP Business One database. Dit is een voorbeeld van een query. Een vrij eenvoudige query eigenlijk. Ik heb een aantal tabellen met elkaar verbonden. Dat is in dit geval het service gerelateerde deel binnen SAP Business One. Dus een service query aangemaakt vanuit de OSCL tabel. En daarnaast heb ik nog een aantal andere queries hier, sorry, een aantal andere tabellen hieraan gekoppeld. Het enige wat ik eigenlijk hierin gedaan heb is, op het moment dat je een status hebt, geeft hij dat in SAP Business One aan door middel van min 1, min 2, min 3. En die heb ik even vertaald naar afgesloten, openstaand en open, om het zo op die manier wat duidelijker te maken. Dus met een vrij eenvoudige query kun je hele mooie zaken dadelijk ontwikkelen binnen de SAP Analytics Cloud. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Daarvoor hebben wij nodig een model. Want dit is een zogenaamde story die hier gebouwd is. Maar om die story te kunnen bouwen, hebben wij models nodig. En die models die kunnen komen vanuit verschillende databases. Nou, in dit geval heb ik maar één database gebruikt. Mijn eigen demo database. Nou, en hoe gaat dat in zijn werk? Van hieruit kunnen wij een model creëren. En dan hebben we een aantal mogelijkheden. We kunnen beginnen
met een leeg model. Vandaaruit kun je zelf data invoeren en dergelijke. Je kunt het ook krijgen vanuit een datasource. Nou, die datasource hebben we eerder gezien in het voorbeeld in de PowerPoint-presentatie. Nou, je kunt onder meer een live database connectie maken. We hebben gezien dat het al komt met een SAP HANA-omgeving. Maar we hebben ook natuurlijk de mogelijkheid om dat te doen door gegevens te importeren. Nou, daarvoor kun je onder meer gebruik maken van SQL-databases. En je kunt ook gebruik maken van Excel-zaken. Nou, dat kun je doen, die Excel-zaken, door een file, een bestand te importeren. Nou, dat is ook datgene wat we nu gaan doen. Daarvoor moeten wij een bestand gaan selecteren. En daarvoor gebruiken we deze query. Die gaan we importeren. En daarvan geef ik ook aan dat ik mijn eerste rij wil gebruiken als mijn column headers. Afhankelijk van hoe veel data erin zit, bouwt hij nu voor mij zeg maar het een en ander in de SAP Analytics Cloud omgeving. En we zullen daarvan het resultaat binnen een paar seconden zien. Kijk, hij heeft netjes de zaken vanuit de query in kolommen voor mij neergezet. En hier zien we ook die status -1. Daarvan had ik in die query een speciale formule gemaakt. En we kunnen ook zien -1 is dan bijvoorbeeld afgesloten. Nou, wat zien we hier onder andere? We zien hier een aantal icoontjes voor staan. En die icoontjes die zeggen wat over de SAP Analytics Cloud. Dit betekent dat het algemene informatie is. En we zien bijvoorbeeld bij de datum een icoontje staan van een datum. Elk model heeft ook een measure nodig. En die measure is nodig om zeg maar die story te kunnen bouwen. En naast die measures hebben we ook een dimension nodig. Dus measures en dimensions zijn nodig om een story te kunnen bouwen. Nou, die measures die zien er eigenlijk heel anders uit qua icoontje. We zouden een van die kolommen wel eens aan kunnen passen naar een measure. Dat doen we bijvoorbeeld met deze. Dan heb ik hier de mogelijkheid om te kiezen voor een measure. En dan zullen we ook zien, op het moment dat ik daarvoor gekozen heb, dat hij dat zo meteen gaat aanpassen. Kijk, naar een measure. Dan zien we dit icoontje ervoor verschijnen. Zou ik geen measure hebben in mijn query, in mijn tabel die ik hier heb. Ik zou dit bijvoorbeeld even terugzetten naar generic. Dat is eigenlijk een dimension, bedoelen ze daarmee. En ik zou daarna zeg maar het model gaan aanmaken. Create model kiezen we dan voor. Dan zegt hij ook netjes, er zijn geen meshes gedetecteerd. A default measure will be created on your behalf to make this model usable. Nou, dat gaan we in dit geval ook doen. We gaan hem nu creëren. We kunnen een naam meegeven aan dit model. En we noemen hem eventjes test. Nou, ditzelfde gegeven kunnen we kopiëren en als een omschrijving meegeven. En we zeggen oké. Dan gaat hij voor mij het model nu creëren. Dat kost ook even een klein beetje tijd. Ook afhankelijk van hoeveel data erin zit. Dus is de data beperkt, dan zal die sneller zijn met het opbouwen van een model dan dat er heel veel data in zit. En we zien ook de kolommen voorbij schieten, die hier bovenin allemaal staan. En zodra die klaar is, laat hij mij een samenvatting zien van het model dat ik gecreëerd heb. Ik zeg ook netjes dat de data succesvol is geïmporteerd. En hier krijg ik nog een korte samenvatting. Als ik hier klik op model, dan zal hij mij ook aangeven. Dit zijn al mijn kolommen. En ik heb hier het aantal waardes die per kolom erin staan. En hij geeft hier ook netjes aan wat voor soort type kolom het is.
Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld die afsluitdatum en aanmaakdatum. Dan geeft hij netjes aan dat dat een date is. Goed, eenmaal als we dat model hebben gecreëerd, dan gaan we een story creëren. Nou, dan gaan we naar Create en kiezen we voor Story. En een van de mooie dingen die hier mogelijk is, of mogelijk zijn, je kunt kiezen uit een custom template, dus iets wat je zelf hebt gemaakt, een template wat je zelf hebt gemaakt, of een template die voorgedefinieerd is. Dan worden bepaalde zaken voor jou al gemaakt. Dus bijvoorbeeld een kleurtje qua achtergrond of een kleuren in tabellen of een indeling van jouw story. Daarnaast zit er ook een hele bijzondere optie in. Dat is de Run a Smart Discovery. Nou, wat gaat de SAP Analytics Cloud dan voor jou doen? Hij gaat met de data die hij beschikbaar hebt, gaat hij zelf een story creëren. Nou, laten we eens kijken wat hij gaat doen op het moment dat we deze optie gaan kiezen. Daarvoor moeten we dus een model kiezen. Zeg maar het model wat we zojuist hebben aangemaakt. Gaan we heel even zoeken waar die staat. Dat is in dit geval. Deze. En we kunnen zien dat hier nou het model aan het laden is. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is het kiezen van een measure. Kijk, hier zien we namelijk, want we hadden geen measure beschikbaar in onze dataset. Hij heeft hier zelf een van de velden gebruikt, in dit geval de aanvraag-ID, en daar een measure van gecreëerd. En dat wordt gedaan door een underscore measure erachter toe te voegen. Nou, deze gaan we inderdaad ook kiezen. En daarnaast hebben we nog wat advanced options, maar die zijn in dit geval niet zozeer van belang. Je zou nog wat filters toe kunnen voegen, maar daar gaan we nu even niet van uit. Dan kiezen we voor Run en dan gaat hij voor jou die story opbouwen. Kijk, we are building a story, please wait. Ook weer afhankelijk van de hoeveelheid data die in onze set tot onze beschikking is, duurt het qua tijd even voordat hij deze story heeft opgebouwd. Nou, dan geeft hij ook hier direct even een aantal meldingen. Nou, hij was unable to find the significant influences om bijvoorbeeld dit te kunnen creëren. Maar wat we wel zien is dat we 933 aanvragen hebben tot onze beschikking. En dat hier wat analytische gegevens worden gegeven over aanvragen die meten over de tijd heen. Kijk, we zien hier bijvoorbeeld 2015, 16 en 2019. Dan maakt hij hier bijvoorbeeld naar aanleiding van de aanvraag ID measure ook weer bijvoorbeeld bij wat we, daar kunnen we bijvoorbeeld even bijhalen binnen SAP Business One. Als we gaan naar onze service, de service aanvraag, hebben we hier bijvoorbeeld herkomst probleemtype, probleem subtype en een soort gesprek. Nou, die zaken, die laat hij hier bijvoorbeeld zien. Die herkomst. Die heb ik onderverdeeld in e-mail, notitie, telefoon en web. Nou, en hoeveel van die 933 aanvragen zijn binnengekomen door middel van een e-mail? Nou, dat zijn de 766. Kijk, hij bouwt dus voor jouzelf, naar aanleiding van de data die je ter beschikking hebt, zelf een story op. Dus naar gelang bijvoorbeeld jij heel veel financiële informatie hebt, zal die ook een heel uitgebreid story voor jou bouwen. Met die optie die dus ter beschikking is binnen deze SAP Analytics Cloud. En dat is die Run Smart Discovery. Goed, wat we nu zelf gaan doen is het bouwen van een story. Deze gaan we niet opslaan, dus we zeggen leave. En dat doen we door middel van eigenlijk Canvas page. En dan kiezen wij voor een chart. En we kiezen weer voor ons model wat we gaan gebruiken om deze story op te bouwen. We kunnen dit even wat groter trekken. Nou, het enige wat we eigenlijk hoeven te doen is het toevoegen van een measure en een dimension. En daarmee kunnen we al vrij eenvoudig een grafiek maken. Dus kiezen we hier voor een measure. In dit geval is dat die aanvraag ID measure.
Kijk, dan zien we al direct dat hij voor ons in die grafiek een waarde laat zien. En ik kan er natuurlijk aan toevoegen bijvoorbeeld een datum. Ik wil graag de aanmaakdatum zien. Nou, hier laat hij ze allemaal zien, maar uiteraard heb ik meerdere aanvragen over meerdere jaren. Nou, wat hij direct doet, we zien hier ook al een icoontje achter verschijnen, is een drill down met betrekking tot de datum. Wat houdt dat in? Dat je verschillende levels hebt. Op het moment dat ik hem naar level 2 toe zet, zien we dat hij direct al kiest voor de jaartallen. Dus hij ziet vanuit die datum ziet hij de jaartallen. Dus je hoeft geen ingewikkelde query te bouwen waarin je zegt van ik wil graag dit soort zaken per jaar allemaal zien. Nou, SAP Analytics Cloud is gewoon intelligent en weet dat die datum bestaat uit een dag, een maand en een jaar. Hij pakt dus hier de jaren. Maar ik kan bijvoorbeeld ook kiezen voor de kwartalen. Kijk, hij ziet dan ook direct van 2015 vier kwartalen tot en met 2020 kwartaal 1. En daarnaast kan ik het natuurlijk ook nog doen op level 4 per maand. Als ik hem even wat groter trek. Kijk, dan zien we hier ook januari, februari, maart. En als we nog verder gaan, dan zullen we het op dag kunnen laten zien. Maar dan worden de gegevens wel heel krap hier onderin, dat ik het bijna niet kan zien. Dan moet ik eigenlijk gaan filteren. Nou, dan kun je dus een filter gaan toevoegen. Het filter ga ik namelijk ook toevoegen op basis van de datum. Dat kan ik doen specifiek alleen maar voor deze grafiek. Maar stel dat ik hier meerdere gegevens op deze pagina van deze story neer zou zetten, zou ik alleen al die gegevens al direct meer willen laten lopen op het moment dat ik dus het filter aanpas. En daarvoor kun je dus een paginafilter toevoegen. Die zien we hier tevoorschijn komen. Nou, ik kies daarvoor een dimension. In dit geval is dat de aanmaakdatum. En die wil ik gaan doen per bijvoorbeeld member. En dan selecteer ik ze allemaal. Dus dan krijg ik ook alle jaren. En ik kan van hieruit dadelijk ook naar beneden drillen. Naar beneden uitzoomen. Bijvoorbeeld op weer kwartalen en op maanden. Ik zeg oké. Dit kan ik wat vergroten. En ik heb ze nu allemaal. Maar stel dat ik zeg, ik wil bijvoorbeeld alleen maar de gegevens zien van 2017 en 2018. Dan klik ik die uit. En hij past dan automatisch al mijn grafiek aan. Hij laat nu alleen maar 2017 en 2018 zien. Nou, stel dat ik zeg van ik wil dit per jaar alleen maar zien, dan gebruik ik deze functie door mijn level weer te veranderen naar level 2. Dan krijg ik alleen de jaren te zien. Een andere mooie optie die hierin zit, op het moment dat ik hier met mijn rechter muisknop op klik op deze kolom, heb ik een functie die heet Smart Insights. Nou, wat zou ik graag wel eens willen zien? Ik heb in 2018 188 serviceaanvragen gehad, maar waar bestaan die nu eigenlijk uit? Normaal gesproken zou je in een query vanuit SAP Business One een ingewikkelde query moeten maken. Voor de ene is het ingewikkeld, voor de andere is het wat eenvoudiger om zoiets te bouwen. Om onderliggende gedetailleerde gegevens te zien. Maar zoals ik al zei, SAP Analytics Cloud is slim, is smart. Dus ik kan niet kiezen voor Smart Insights. En vervolgens gaat hij kijken welke detailinformatie dus bij dit jaar hoort en bij die 188 serviceaanvragen. Nou, wat kan hij mij bijvoorbeeld laten zien? Hij kan mij bijvoorbeeld laten zien dat deze klant C100065, die is zeg maar de meest voorkomende klant die in deze periode 2018 de serviceaanvragen heeft gehad. 14 stuks. Dan kan ik natuurlijk ook kijken van wat zit hier nog meer achter. Maar ik zou ook kunnen zeggen, ik vind dit gegeven wel eigenlijk belangrijk om dat ook te kunnen zien. Nou, daar hoef je eigenlijk maar één ding voor te doen, is op dit icoontje te klikken en hij voegt het toe
aan jouw story. Nou, je laat hier zien een top 10. Nou, zou ik dat willen veranderen? Dan heb ik hier de mogelijkheid om te zeggen, rank, ik wil geen top 10, maar ik wil een top 5 zien. Dan maakt hij er automatisch een top 5 van. Daarnaast is het mogelijk om ook een tabelvorm in te voegen. En dat knopje zit hier. We kunnen een tabel invoegen. En we kunnen dat verplaatsen over het scherm heen, zoals we zelf willen. We kunnen hem even wat breder trekken. En ook hier hebben we de mogelijkheid in die tabel om bijvoorbeeld kolommen toe te voegen. Ik wil bijvoorbeeld mijn zakenpartnercode zien, of de naam van mijn zakenpartner. En ik wil aan deze kant graag een datum hebben. Als ik hem hier openklap, heb ik hier ook weer het overzicht van 2017 en 2018. Dus klant C10.000 heeft in totaal 11 service aanvragen, waarvan er 5 in 2017 zijn en 6 in 2018. Kijk, we zien ook alleen maar 2017 en 2018 als mede hier. En wat ik al zei, op het moment dat je een filter toevoegt aan een complete pagina, zoals we hier hebben gedaan, en ik zou hier 2019 aan toevoegen, dan gaat hij al die gegevens gaat hij bijwerken. Kijk, ik zie hier 2019 bijkomen en ik zie ook hier 2019 bijkomen. Dus eigenlijk met een vrij simpele query die je gemaakt hebt, kun je allerlei grafische zaken weergeven, alsmeer ook in een tabelvorm weergeven. Nou, wil je wat kleurtjes gaan veranderen? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Dan kun je zeggen van, ik wil graag mijn achtergrond. Dan zou ik bijvoorbeeld geel willen hebben. Dan kun je hier kiezen voor geel. En ik zeg, ik wil graag geel hebben. Nou, je zou kunnen kiezen, ik wil er graag een ander randje omheen hebben. Nou, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, aan alle randen wil ik graag de kleur rood hebben. En ik kan hem ook nog een beetje een hoek meegeven, een ronde hoek meegeven. Op die wijze kun je voor jezelf een bepaalde kleurstelling maken voor die story. Het geldt ook voor de achtergrond van de totale story. Ook daarvoor is het mogelijk, kijk de page, om daar een totaal andere kleur mee te geven. Het is maar net welk gevoel en welke kleur je mee wil geven om het voor jou zo netjes mogelijk te maken om deze story op te bouwen. Nou, dat wat betreft in het kort wat de mogelijkheden zijn van de SAP Analytics Cloud oplossing. We gaan nu kijken naar onze eigen omgeving, die we straks al heel kort even zagen, van onze Domani Solutions, wel de Domani Analytics Solutions, die onlangs is gekwalificeerd tot een officieel package die wij ook bij onze klanten mogen uitzetten. Roep hem even erbij. Gaan we hier naar files. Hij zou mij hier weer vragen of ik dit op wil slaan. In dit geval doen we dat niet. Je kunt een story opslaan onder je favorieten. Dat heb ik in dit geval ook gedaan. We kiezen voor de Domani Analytics Solutions. En laten we eens langzaam door de schermen lopen, zoals Domani voor u de zaken heeft bedacht. We hebben een financieel tabblad, we hebben een tabblad met verkoopproducten, we hebben een tabblad met inkoopproducten, we hebben voorraad en we hebben service. Omzet van het lopende jaar. Dat houdt in dat we kunnen zien wat we tot nu toe in januari hebben gedaan qua omzet. En datzelfde geldt ook voor onze inkoop. Alsmeer ook de kosten van dit lopende jaar en de resultaten wat we tot nu toe hebben behaald. Nou, we zien dat dit bijvoorbeeld in het groen staat. De mogelijkheid die we hebben is om zeg maar een bepaalde gradatie mee te geven. Wanneer moet het groen worden? Wanneer moet het bijvoorbeeld oranje worden? En wanneer moet het rood worden? Ze noemen dat een threshold. Als ik hier naar de edit-omgeving toe ga,
En vervolgens naar de designer. Dan heb ik hier ingebouwd een threshold. Dan kan ik heel even klikken op die edits van de ranges. Dus de bereiken. Kijk, ik heb aangegeven op het moment dat de waarde tot 250.000 is, moet die rood worden. En is die tussen de 250.000 en 500.000, dan oranje. En is die boven de 500.000, dan wordt die groen. Zo zie ik heel snel op het moment dat die groen is van, het is prima. Ik heb een bepaald doel gesteld voor mij komende jaar. En op het moment dat het groen is, is het prima. Is het oranje, nou, dan heb ik reden om daar wat verder op in te kijken. Nou, dat kun je natuurlijk ook weer doen door middel van die Add Smart Insights. Op het moment dat dit bijvoorbeeld oranje is, zou ik graag willen weten wat is er aan de hand. Nou, dat heb ik al eerder laten zien. Ik ga daar nu even niet dieper op in. Maar daarmee kun je dus meer onderliggende, gedetailleerde informatie opvragen. Nou, datzelfde geldt voor je inkoop voor het lopend jaar. Ook hier heb je weer een aantal mogelijkheden. Ook weer met die Add Smart Insights, door te kijken wat is er nou precies aan de hand. Daarnaast hebben we dit grafisch weergegeven. De gegevens die hier worden getoond, worden ook hier grafisch weergegeven. Je hebt de mogelijkheid om dit bijvoorbeeld in duizendtallen weer te geven. Maar je kunt het ook nog heel specifiek behouden door het in centen weer te geven. Daarnaast hebben we de gegevens nog een keer in een tabelvorm gezet. Alleen hebben we hier nog een datum aan toegevoegd, zodat we ook nog dieper in kunnen zoomen. Bijvoorbeeld op het jaar 2015. Dan klik ik hier bijvoorbeeld op. Kijk, dan kan ik ook de kwartalen zien en de maanden. En als ik hier nog op klik, dan kan ik ook nog de dagen zien. Wanneer bepaalde boekingen zijn gedaan. Wanneer bepaalde gegevens beschikbaar zijn gekomen. Zo hebben we ook de mogelijkheid om de openstaande saldi te bekijken. Zowel van de leveranciers als van de klanten. En ook hierachter zitten vrij eenvoudige queries allemaal. Het is niet heel ingewikkeld wat hier gebouwd is. Het zijn vrij eenvoudige queries die gegevens halen uit zowel de administratieve tabel als zijnde uit de journaalboekingstabel. En daarmee kun je dit soort zaken creëren binnen de SAP Analytics Cloud omgeving. Zo ook de resultaten van de laatste 5 jaar. Nou, om die te krijgen gaan we hier heel eventjes klikken op cancel. Kijk, op het moment dat ik hierop klik, springt hij naar de gegevens van dit gedeelte in mijn story. En klik ik hierop, dan zal hij alles weergeven wat ik hierin heb gedaan. Nou, we zien voorkomen een omzet, een inkoop, de kosten en het resultaat. Nou, het enige wat ik daarvoor heb moeten doen, is een calculatie moeten toevoegen. Nou, ook die is vrij eenvoudig. Het enige wat ik eigenlijk heb gedaan, is door te zeggen, wat moet die calculatie dan zijn? Nou, het is een restricted measure. De measure is het saldo. En het saldo is het groeps masker name en die heeft de naam opbrengsten. Nou, dat is eigenlijk het enige. Dus dit soort gegevens staan allemaal in die tabel van mij. En het enige wat ik hoef te doen is het te selecteren. En hij maakt daar als het ware een formule van. En die formule kan ik dus hier naartoe brengen en daar een grafische vorm van maken. Kijk, in dit geval heb ik een trend gekozen. Maar op het moment dat ik daarvoor een bar of column voor zou kiezen, maakt hij er mij zoiets van. Het is maar net waar je voorkeur ligt. Wil je het op deze manier zien? Of wil je het graag zien door middel van een lijn? Op deze manier of puur alleen maar een lijn? Wat klanten graag ook willen zien is een vergelijk tussen voorgaande jaren. En wat de verschillen daarin zijn. Nou, dat hebben we hierin weergegeven. We zien hier bijvoorbeeld de omzet alleen staan van de jaren 2015, 2016 tot en met 2019. Heel even naar de view-omgeving. Halen we de design-omgeving even weg. En ik wil alleen maar zien de kwartalen 4 en de vergelijken daarvan. Nou, hier hebben we de omzet over 2015. Omdat ik geen vergelijk kan maken met het jaar daarvoor, zal hij hier dezelfde waardes aangeven. Maar ga ik naar mijn omzet van 2016, dan zie ik dat hier een lichte stijging tussen zit. En die stijging geeft hij hier weer, is die 448.247.
Nou, omzet in 2017 is een stuk hoger, maar hoeveel is die dan hoger ten opzichte van het jaar daarvoor in kwartaal 4? Nou, daar is die 3.622.203. Nou, ik kan hier dus dingen vrij eenvoudig aanpassen. Wat ik hier heb gedaan, ook dit zijn eigenlijk filters die je op paginaniveau zetten, maar het is mogelijk om te zeggen, als ik hier een filter heb, kijk, dan gaat hij mij heel snel, als ik all kies, alles bij elkaar zetten, wat ik graag wilde laten zien. Hier even weer naar mijn edit-omgeving. Zo, heel even terug naar dit gedeelte. Dan kan ik bij deze linked analysis kiezen welke van deze grafische vertoningen wil ik graag koppelen aan dat filter. Nou, in dit geval heb ik alleen maar gekozen voor dit gedeelte, voor vergelijk van de verlies- en winstrekeningen ten opzichte van de vorige periode. Zou ik er een andere bij kiezen? Ik kies maar eventjes voor het resultaat. Nee, ik denk dat ik deze even pak. Het overzicht van de verlies- en winstrekening voor het lopende jaar. Dat is niet helemaal. Die pak ik even mee. De laatste 5 jaar. Ik zou kiezen voor apply. Dan zien we ook direct dat hij hier ook mee aan de slag gaat. Goed, dat willen we niet. Dus dat gaan we even terugzetten. En die vinken we uit. En we kiezen weer voor apply. Nou, hier kunnen we dus vrij eenvoudig deze grafiek beïnvloeden. Als ik zeg, ik wil het niet zien van mijn opbrengsten, maar ik wil het graag zien van mijn inkoop. Omdat in dit geval is 5 is inkoop. U kunt hier ook de naam 5 door de groepsmasker naam te kiezen. Dan ziet u te staan bijvoorbeeld inkoop. Sorry, dit zijn de kosten. Nou, dit zijn alle kosten. Nou, stel dat ik alleen maar wil zien bijvoorbeeld mijn huurkosten. Zet ik alles even uit. En ik kies voor huur. Dan zal hij mij alleen de huur laten zien. En wil ik dat bijvoorbeeld alleen maar zien over het jaar 2019, dan klik ik 2018 uit. En dan krijg ik 2018 te zien, alle kwartalen. En dan uiteraard kun je hier weer verder doorzoomen naar beneden. Als ik wil zien van kwartaal 1 ook mijn maanden, dus januari, februari, maart en dergelijke. Als ik die uit zou zetten. Even als we aanzet. Dan zie ik dit alleen nog maar. Maar ik moet hier heel eventjes naar een volgend level toe. Dat is level 4. En dan krijg ik ook netjes de maanden erbij te zien. Dus hier moet je de selectie maken met welke wil ik allemaal graag geselecteerd hebben. Welke zou ik graag in die grafiek toonbaar willen maken. En hier kies je uiteindelijk dat het ook echt zichtbaar wordt door het level te kiezen. Dus ga ik hier weer terug naar level 3. Dan zie ik alleen maar de kwartalen staan. Dan zou ik hier kiezen voor level 2. Kijk, dan zie ik dus alleen maar mijn jaar staan. Dat wat betreft het financiële gedeelte, gaan we over naar het verkoopgedeelte. Dan zie je hier staan de verkoop over het lopende jaar. In dit geval heb ik alleen kwartaal 1. Ik heb daar ook heel eventjes verder naar uitgezoomd naar level 5, zodat ik ook de dagen zie. Anders krijgen we wel een heel sumier beeld van de verkoop van het lopende jaar. Zetten we nou bijvoorbeeld halverwege het jaar naar de maand juni, juli toe, ja, dan zou ik kunnen gaan kiezen voor bijvoorbeeld level 3, waarbij ik dus zeg maar kwartaal 1 zie. En ik zou bijvoorbeeld nog kunnen kiezen voor dan level 4 erbij, waarbij ik dan ook nog een keer de maanden allemaal zie. Nou, zoals we zien, alleen maar dit verandert. Dat betekent dat ik ook alleen maar op, zeg maar, dit stukje mijn filters heb staan en niet op de hele pagina.
Nou, dan hebben we hier nog een top 5 van onze klanten van het lopende jaar. Dus welke klanten doen het best? Nou, de maand januari is dat klant C1027. En hier zie ik ook mijn verkoop per artikelgroep voor het lopende jaar. Dus artikelgroep 101 doet het prima. En hier de top 5 producten voor het lopende jaar. Dan hebben we hier een stukje historie. Historie van het lopende jaar plus de jaren daarvoor, de 5 jaren daarvoor. En je kunt dan ook zien dat vanaf het eerste jaar tot en met nu de omzet een heel stuk lager is. Maar goed, we zitten nu net pas in de eerste maand. Nou, als ik dat verder naar beneden zou doen, naar bijvoorbeeld level 4. Kijk, dan zien we bijvoorbeeld januari. En zien we dat we maar min 1% hebben. Het is een beetje klein, maar goed, we hebben straks ook gezien. We kunnen dit natuurlijk wat uitvergroten. Door te zeggen dat we die op een fullscreen willen hebben. Kijk, nu wordt het allemaal wat overzichtelijker. En uiteraard kunnen we het ook weer naar een wat kleiner scherm zetten. Hetzelfde hebben we ook gedaan aan de kant van de inkoop. Ook de inkoop voor het lopende jaar, als meer ook de top 5 qua leveranciers. De inkoop per artikelgroep, de top 5 producten die we hebben ingekocht. En we hebben nog een stukje historie over het afgelopen, of de afgelopen 5 jaar en het huidige jaar. Dan de voorraad. De totale waarde van de voorraad zien we al hier. En we hebben hier ook wat ingevoegd, dat heet de waarde boven de maximum voorraad. Als u gebruik maakt van een maximum voorraad en het aantal komt boven de maximale voorraad uit. Ik heb hier bijvoorbeeld staan, de maximale voorraad mag 150 zijn. Maar mijn totale voorraad is bijvoorbeeld op dit moment 518. Ga je daar wat calculaties op loslaten door te zeggen van wat is er reeds in bestelling en wat is er reeds in order. Dan kom ik uit op 261. Dat betekent dat die eigenlijk nu momenteel 111, ja, zeg ik het goed, prima, 111 boven mijn maximale voorraad is. En ik zou eigenlijk wel weten hoeveel waarde dat vertegenwoordigt. Nou, dat hebben we hier gedaan door daar een calculatie op los te laten van wat is nou de waarde boven de maximale voorraad. Nou, eigenlijk moet die heel laag zijn. Hier is die behoorlijk hoog, maar dat komt omdat de data die ik hierin gebruik erg sumier is. Normaal gesproken, als je een goede dataset hebt, dan zou dit anders moeten zijn. Plus, wat ook nog is, ik heb eigenlijk nergens een maximale voorraad staan. Heb ik dit goed gevuld, dan zal dit natuurlijk ook een stuk lager zijn. Voor de rest kan ik ook bekijken wat de voorraad qua laatste verkoopdatum is geweest. Dus ik kan per artikel zien wanneer het mijn laatste verkoopdatum is geweest. Dan tenslotte het tabblad service. Nou, hier zien we de aantal open service aanvragen die we tot nu toe hebben. Dus kunnen er een aantal zijn die reeds voor dit jaar gesloten zijn. In dit geval hebben we er dit jaar tot nu toe 14. Dus betekent dat er 2 inmiddels zijn afgesloten. En dat er nog 12 behandeld moeten worden. Nou, die kan ik ook in een tabelvorm netjes weergeven. Dat heb ik hier gedaan. Aanmaakdatum is bijvoorbeeld 8 december geweest. Nou, de tijd zien we netjes. En we kunnen zien welke klant het is. We zouden hier uiteraard nog verder op door kunnen zoomen. Maar dat hebben we verder hier niet ingebouwd. Waardoor we naar wat meer gedetailleerde informatie van deze serviceaanvraag kunnen gaan kijken. Uiteraard hebben we ook een aantal zaken met betrekking tot de herkomst, het probleemtype, probleemsubtype en het soort gesprek weergegeven. Hieraan kunnen we zien dat er van deze 14 van het lopende jaar 12 hier de e-mails zijn binnengekomen, dat het probleemtype PT4 de meest voorkomende is en dat het probleemsubtype 4 het meest voorkomende is. En dat het soortgesprek nummer 4 het meest voorkomende is. We kunnen ook terugkijken naar een stukje historie van de serviceaanvragen.
Dit is bijvoorbeeld van 2017 tot 2020. We zien dat er bijvoorbeeld in kwartaal 1 er 42 serviceaanvragen zijn geweest en inderdaad tot nu toe 14. Maar de maand is nog niet voorbij, dus het kan zijn dat er hier wellicht ook nog naar de 20 of naar de 30 toe gaan. Dan kunnen we ook nog uithalen wat zijn de artikelen met de meeste serviceaanvragen. Nou, artikel A, 10.033 heeft de meeste serviceaanvragen. En uiteraard zouden we hier ook door middel van die... Kijken of die naar voren komt. In dit geval niet. Dan zit hier voor de rest niks achter. Zodat ik met die Smart Discovery, tenzij het hier zit, kijken. Ja, Smart Insights. Kijken of ik hier nog wat uit kan halen. Zet ik hem heel even naar de... Kijk, dat laat hij mij hier netjes onder zien. De aanvrager die measure voor A 10.033 is de top contributor. Dus op deze wijze kan het ook netjes worden weergegeven. Als we zeggen, dit vind ik wel belangrijk om dit bijvoorbeeld ook op de homepagina te hebben, dan kan ik zeggen pin to home. En dan laat hij mij dat direct zien op het moment dat ik naar mijn homepagina ga. Dus als ik hierop klik, pin to homepagina. Nou, ik ga hem heel even opslaan. En nu heeft hij het inmiddels naar mijn homepagina gezet. Nou, de story was saved, ik had wat kleine dingen gewijzigd. En als ik nu terug ga naar mijn homepagina, dan zullen we zien dat deze grafiek is toegevoegd. Aan mijn homepagina. Nou, die staat hier. Ik kan die uiteraard kan ik die ook verslepen. En die zou ik hieronder kunnen plaatsen. En ik kan hem uiteraard ook even wat groter maken. Zo. U ziet met een vrij eenvoudige query, met die service query die we gemaakt hadden, dan kun je echt heel veel informatie halen uit de SAP Analytics Cloud. Nou, in dit geval hebben wij dat voor u allemaal ingeregeld. Dus u hoeft dat allemaal zelf niet te bouwen. Het enige wat wij doen is het koppelen met de database die u tot uw beschikking heeft. En aan de hand daarvan kunt u dit soort mooie resultaten elke dag op het scherm kijken. Het is real-time. Op het moment dat u gebruik maakt van een live database connectie, maakt u gebruik bijvoorbeeld van een SQL database, dan zal daar een schedule achtergehangen worden. En dan is het maar net wat u voorkeur heeft. Wilt u dat één keer per dag laten doen? Of twee of drie keer per dag, dat is in te regelen binnen de SAP Analytics Cloud. Tot zover de demo over de SAP Analytics Cloud en onze eigen, de Domani Analytics Solutions oplossing. Korte samenvatting wat we vandaag allemaal gezien hebben. Nou, SAP Analytics Cloud is een analytische tool welke toegepast wordt in de cloud. U kunt een connectie maken met verschillende databases. Daarbij ook niet SAP databases. Eenvoudig gegevens zichtbaar maken. En met een simpele query kunt u veel informatie uit databases halen. Daarnaast hebben we gezien door middel van de Smart Discovery dat de SAP Analytics Cloud zelf een story voor u kan bouwen. En met een Smart Insight functie allerlei gedetailleerde informatie naar voren gehaald kan worden. Augmented Analytics functie, die wil ik u graag nog heel even laten zien. Dat u met een aantal argumenten een grafiek of een tabel kunt creëren. En uiteraard met de Domani Analytics Solutions heeft u direct een voorgedefinieerde analytics omgeving beschikbaar. Dus nog heel even kort terug naar onze SAP Analytics Cloud omgeving. Nou, wat is er bijvoorbeeld mogelijk? We kunnen door middel van een augmented search to insight, door een aantal argumenten op te geven, choose a model. Nou, dan pakken we heel even weer die service query. Dan kunnen we hier bekijken wat er allemaal in die tabel zit.
Sowieso heb ik een measure nodig. Nou, op het moment dat ik die selecteer en ik zou hier op het loopje klikken, gaat hij mij direct al zeggen van u heeft 933 service aanvragen. Dat hebben we eerder gezien. Nou, dat klopt. En ik wil er graag een datum aan toevoegen, de aanmaakdatum. Even kijken, wat is dat? Die staat daar. Dat ik nu opnieuw zoekklik, gaat hij mij een tweede maken. En dan gaat hij zelf wat voor creëren. Nou, dit kun je dus toevoegen. Copy to. En bijvoorbeeld naar mijn servicepagina. Kijk, daarmee is hij nu klaar. Als ik hier dus dit ga afsluiten. Kijk, heeft hij deze keurig netjes op mijn servicepagina neergezet. Die kan ik ook weer gaan verslepen. En die zou ik weer kunnen gaan bewerken. Kijk, ik vind dit niet helemaal zo interessant zoals het helemaal gemaakt is. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van laat mij dit zien in kolommen in plaats van een grafiek. Dus zo kun je vrij eenvoudig door een aantal argumenten aan te geven de SAP Analytics Cloud omgeving zelf iets laten bouwen. Nou, wat hebben wij voor u in petto? We hebben natuurlijk een hele mooie oplossing, die Domani Business Solutions. Die is verkrijgbaar. Daarvoor moet u dus wel een SAP Analytics Cloud licentie hebben. Die kost maandelijks €20. En kiest u ook voor de Domani Business Solutions, dan bent u een maandelijkse fee kwijt van rondom bij de €30. Nou, en om al die connecties te maken met uw eigen database, daarvoor hebben we een tijdje nodig om het te implementeren. En daarvoor berekenen wij een bepaalde fee. Als u vragen heeft over de SAP Analytics Cloud of onze eigen omgeving, de Domani Analytics Solutions, neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail door middel van id-domani-bs.com. Of u kunt ons bellen 077 744 0055. Dan hebben we de komende maanden nog twee andere webinars. Bumble. Dit is een gebruiksvriendelijke transportsoftware voor het MKB en Appmakers, een business apps en portals die wij ontwikkelen voor u en met u. Dan dank ik u voor uw aandacht en graag wellicht tot een volgende webinar.